Welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben de supermarkt afgegaan. Ik heb heel erg veel biertjes aangeschaft van het type pilsner. En pilsners, dat zijn die gele rakkers met een witte kraag. En ja, die biertjes heb ik opgestuurd naar het laboratorium om te kijken hoeveel er van het bestrijdingsmiddel glyfosaat erin zit. Dus ja, in deze video gaan we de vraag beantwoorden of je met je favoriete biertje ongevraagd een flinke dosis glyfosaat erbij krijgt. Begin 2016 heeft het Duitse Milieuinstituut München vastgesteld dat 14 populaire Duitse bieren glyfosaat bevatten. En ja, de Nederlandse NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, heeft dat vervolgens een jaar later nog eens overgedaan om te kijken hoe dat er op de Nederlandse markt eruit ziet. En ja, het bleek dat 1/3 van hun geteste biertjes glyfosaat bevatte. Maar helaas hebben ze toen de resultaten niet bekendgemaakt. En om deze reden gaan wij de test eens overdoen en maken we de resultaten wel bekend. Maar ja, nu eerst is de vraag van wat is eigenlijk glyfosaat en is het wel schadelijk? Want glyfosaat is een onkruidbestrijder en het wordt door boeren op grote schaal gebruikt. Boeren gebruiken het vaak om hun gewassen te beschermen tegen onkruid. Maar ze gebruiken het ook steeds vaker om granen egaal te laten verdorren. Waardoor het gelijk eigenlijk helemaal uitdroogt en het sneller geoogst kan worden. En ja, zo komt het natuurlijk op graan terecht. Ja, en graan en tarwe en gerst, ja, dat zit weer in bier. Dus ja, zo komt het ook weer in bier terecht. Ook is het zo dat er in bier natuurlijk gebruik gemaakt wordt van hop. En op hop kan ook glyfosaat voorkomen. Glyfosaat is volgens de autoriteiten helemaal veilig. Maar ja, veel wetenschappers die twijfelen er toch steeds vaker aan. En bijvoorbeeld de gezondheidsorganisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Die noemt glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend. Ook een professor van de Wageningen Universiteit, de WUR, ja, die zegt ook van ja, glyfosaat zou eigenlijk verboden moeten worden, want het is schadelijk voor het bodemleven en ook tast het water aan. En pas geleden hebben nog Spaanse onderzoekers eens gekeken naar de effecten van glyfosaat. En ze gaven op dagelijkse basis een absoluut veilig geachte dosis glyfosaat aan ratten. En het bleek dat het middel zich langzaam steeds meer opstapelde in hun lichaam. Zelf werden ze er overigens niet ziek van, maar wel hun nakomelingen. Er waren wat genetische veranderingen en ook de darmbacteriën waren verstoord. Nou, verder hebben onafhankelijke wetenschappers eens gekeken naar het beschikbare bewijs rondom glyfosaat. En zij concluderen toch dat er een flink aantal wegen zijn waarop glyfosaat kanker kan aanjagen. Maar dit is voornamelijk aan de hand bij mensen die direct met het middel werken. Glyfosaat blijkt ook volgens recente onderzoeken de darmflora bij mensen negatief te kunnen beïnvloeden. Ook kan glyfosaat nog eens de hormoonbalans verstoren in het lichaam. En er zijn zelfs studies waar ook nog uit blijkt dat glyfosaat verstorend is voor insecten. En dan met name de bijen, waardoor ze raken hun navigatie kwijt, waardoor ze massaal sterven. Ja, van een beetje glyfosaat ga je niet dood van. Maar weet je wat het probleem natuurlijk is? Als je heel veel keer een beetje neemt, dan wordt het ook een hele hoop. Als je 6 biertjes drinkt, ja, van net een type waar heel veel glyfosaat in zit, dan kan dat toch behoorlijk oplopen. En op een feestje op zaterdagavond drink je rustig 6 biertjes op. Dat is heel normaal in Nederland. Dus ja, het zit wel een risico. Onderzoekers hebben ook eens gekeken van nou, hoe zit het nou bij mensen. Ze zien toch dat er een stijging is. Sommige mensen hebben een stijging de laatste jaren doorgemaakt van glyfosaat in het bloed met meer dan 1000%. En dat het zit gewoon in hun aderen en dat vind ik eigenlijk wel heel erg veel. Als de brouwerijen en de overheid mogen geloven, ja, dan is de hoeveelheid glyfosaat in bier zo laag dat het geen schadelijke werking kan hebben. Maar aan de andere kant, er zijn dus onderzoekers die zeggen van nou, wij hebben vastgesteld dat glyfosaat al heel schadelijk kan zijn bij zeer lage doseringen. En heel veel mensen hebben glyfosaat in hun lichaam. En ze hebben een keer gekeken bij de Europarlementariërs in Brussel. En het bleek dat 100% van de Europarlementariërs glyfosaat in hun lichaam hebben. En dan de testen. Ik heb het aangemeld bij een heel groot laboratorium. Eurofins, een heel groot en bekend, goed erkend laboratorium. En die hebben dus niet alleen op glyfosaat getest, maar ook op de afbraakproducten die een biologisch effect kunnen hebben in het lichaam. Uiteindelijk zijn het 31 biertjes geworden.
En het is niet alleen dat standaard bier met 5% alcohol die je in het café kan krijgen. Maar we hebben ook de biologische varianten genomen. Glutenvrij bier zit ertussen. Maar ook alcoholvrij bier. Hebben we voor ieder wat ertussen. Ik denk dat we lang genoeg hebben gekletst. En laten we lekker naar de uitslag gaan. Van deze 31 biertjes is bijna 2/3 is vervuild met glyfosaat. Maar liefst 19 biertjes, dus ruim de helft, die bevat glyfosaat. In de volgende bieren uit de Nederlandse supermarkten zijn resten van glyfosaat gevonden. Op plek nummer 19 staat de Weihenstephaner met 0,6 microgram glyfosaat per liter. Op plek nummer 18 is het eigen merk van Albert Heijn Brouwers. En die bevat ook 0,6 microgram per liter glyfosaat. Op plek nummer 17 staat het Urquell bier. Het is het echte oerbier, het pilsner uit Pilsen in Tsjechië. Daar stammen alle andere pilsners van af. En die bevat ook 0,6 microgram per liter. Dan op plek nummer 16 het Mongoso biertje. Deze is glutenvrij en biologisch. En die bevat een restproduct van glyfosaat. En dan praten we ook over 0,6 microgram per liter. Op plek nummer 15 staat wederom een biologisch biertje. Ditmaal van brouwerij De Lekkere. Deze bevat ook 0,6 microgram per liter. Op plek nummer 14 praten we over de Gros 0,0 alcoholvrij. Deze bevat 0,7 microgram glyfosaat per liter. Op plek nummer 13 staat het bier van Alfa. Met 0,7 microgram per liter. Op plek nummer 12, daar staat de Jeverfun 0,0 alcoholvrij met 0,9 microgram per liter aan glyfosaat. Op plek nummer 11 staat het Amstelbier en deze bevat 1,1 microgram per liter. Op plek nummer 10 staat het Duitse Warsteiner alcoholvrije 0,0 bier met 1,2 microgram per liter aan glyfosaat. Op plek nummer 9 staat Heineken 0,0 alcoholvrij met 1,4 microgram per liter. Op plek nummer 8 staat Bavaria alcoholvrij 0,0 met 1,6 microgram per liter aan glyfosaat. Op plek nummer 7 staat Oettinger met 1,7 microgram per liter. Op plek nummer 6 staat Heineken met 2,2 microgram per liter. Op plek nummer 5 staat het Duitse Warsteiner met 3 microgram per liter aan glyfosaat. Op plek nummer 4 staat Schultenbrouw met 3,7 microgram per liter. Plek nummer 3 gaat naar Bavaria met 6,0 microgram per liter aan glyfosaat. Nummer 2 is Swinkels met 6,7 microgram per liter glyfosaat. En de nummer 1 is Budweiser met maar liefst 8,1 microgram per liter aan glyfosaat. Ja, en de volgende bieren bevatten geen of minder dan een meetbare hoeveelheid glyfosaat. Dat is de Gros 5%, de Brand, Budels Bio, ook Hertog Jan bevat geen meetbare hoeveelheid glyfosaat. Jupiler of Jupilee of Jupiler, geen idee hoe het zegt, ook vrij van glyfosaat. Amstel 0,0, Boedels 0,0, de Erdinger 0,0. Palm is eigenlijk geen pilsner, maar ik mag hem zelf graag drinken. Het is een van mijn favoriete alcoholvrije biertjes. Die is gelukkig ook vrij van een meetbare hoeveelheid glyfosaat. En verder nog de Brouwers 0,0 van Albert Heijn, ook geen meetbare hoeveelheid glyfosaat. Verder nog de Gulpener Oerbio, ook echt een aanrader vind ik om eens te proberen. Bevat ook geen glyfosaat. En verder als laatste de Texelse Schuimkoppen. Kun je ook veilig drinken. Dit is ook eigenlijk geen pilsner, maar ik vind het een heel bijzonder biertje die steeds populairder wordt. Ik dacht, ik neem hem gewoon lekker mee in deze test. Ja, dan is natuurlijk wel de vraag van wat zegt dat nou al die waardes, hè? De wettelijk toegestaande hoeveelheid glyfosaat in drinkwater in Nederland is 0,1 microgram per liter. En ja, het meest vervuilde biertje, dus de Budweiser, die bevat 8,1 microgram per liter aan glyfosaat. En dat is maar liefst 81 keer wat er in kraanwater is toegestaan. En het minst vervuilde biertje is de Weihenstephaner. En die bevat dus 0,6 microgram per liter glyfosaat. En die gaat dus 6 keer over het limiet heen van wat er in kraanwater is toegestaan.
Ja, dan nog wat dingen die mij zo al opvielen in deze uitslag. En Budweiser is Amerikaans bier. En in Amerika spuiten ze heel rijkelijk alles vol met glyfosaat. Ja, en dan is het ook logisch dat dat duidelijk in het biertje naar voren komt. Wat ik ook wel heel opvallend vond, is dat ook twee biologische biertjes toch ook slachtoffer zijn van glyfosaatcontaminatie. En dat had ik niet verwacht en dat zou eigenlijk ook helemaal niet mogen. Ja, wat ook heel raar is natuurlijk, is dat gros 5% is helemaal goed. Maar de 0,0, daar zit weer de onkruidverdelger in. Nou, dat vind ik vreemd. Omgekeerd komt het ook voor dat bijvoorbeeld Albert Heijn Brouwers 5% niet goed is. En de 0,0 van hetzelfde merk weer wel. Dus ja, wat dat betreft is dat ook heel vreemd eigenlijk. Ja, en dan het bier van Schultenbrouw. Ja, dat staat precies onder Bavaria als het om hoeveelheid glyfosaat gaat. Ja, en Schultenbrouw, dat wordt gebrouwen door BBH BV. En dat is een dochteronderneming van Bavaria. Dus ja, mogelijk dat ze toch dezelfde grondstoffen voor het bier gebruiken. En ja, dat is dan wel weer een verklaring voor de gelijkenis. Verder vind ik het ook opvallend dat de uitslag van deze test toch behoorlijk afwijkt als we die vergelijken met de test van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ze hadden 29 biertjes getest en 11 biertjes waren vervuild. En wij hebben 31 biertjes getest en 19 biertjes zijn vervuild. Dus zij zitten op een ruim 1/3 en wij toch op een krappe 2/3. Ja, ik heb eens gekeken van hoe zou dat nou kunnen komen. Wat ik wel zie is dat hun meetdrempel lag vrij hoog en wij meten wat fijner. Dus tot zover dit filmpje. Nu weet je welk merk je op dit moment veilig kan drinken. En wil ik ook nog de volgers van Healthy Life bedanken. Want zij hebben deze test mogelijk gemaakt dankzij alle gulle donaties. En onderzoeken naar glyfosaat en zoveel biertjes kosten echt duizenden en duizenden euro's. En mede dankzij alle gulle donaties hebben we het voor elkaar gekregen. En ik hoop dat alle bierfabrikanten, maar eigenlijk ook alle fabrikanten van levensmiddelen, toch het serieuzer gaan nemen en dat er op termijn minder glyfosaat in onze voedselketen terecht gaat komen. Dankjewel voor het kijken en tot ziens weer in een volgende video.